zag alvast een voorproefje van de Ragebonnen uit Klazinaveen. Straks een uitgebreide reportage die we opnamen in hun oefenruimte in Klazinaveen. Je hebt al iets van ze voorbij zien komen, de Ragebonnen uit Klazinaveen. En we zochten ze op in de oefenruimte om een reportage te maken. En we kwamen erachter dat de band die al 15 jaar bij elkaar is en nog maar kort optreedt, meestal zingt in het ABK, het Algemeen Beschaafd Klazinaveens. Ik ben Ries in de Gaars, de slaggitarist van de Ragebonnen. Ik ben Jaap Klaver, bassist van de Ragebonnen. Ik ben Bert Klaver, ik ben de zanger en slaggitarist van de Ragebonnen. Richard Swiers, drummer van de Ragebonnen. Arnold de Graat, slaggitarist en solo-gitarist van de Ragebonnen. Bert, de Ragebonnen, wat is dat voor band? Ja, echt best een afwisselende band qua muziekstijl. Dat is van stevige rockmuziek tot ballads en ook akoestische nummers. Ja, het leukste van de Ragebonnen. Dat rauw ik hier weer wat nice gebeurt en zo. We hebben sowieso de oefening hier bijna elke week. Dat is een grote lol. Dat is een mooi avondje, lekker druk. Ja, en dan af en toe de optredens en zo. Dat is prachtig om te doen. Het is ontstaan dat een broer van mij en een oude schoolvriend, die troffen elkaar na jaren een keer. En dat was in 1989. Dus een hele tijd terug. We zijn zo een keer bij elkaar op visite geweest, een beetje gitaar gespeeld met elkaar. En toevallig kwam het kleine broertje van een van de jongens kwam langs. En dat is spontaan een sessie ontstaan. En vanaf die tijd kwam ik erbij. En toen ging het los. We waren eigenlijk ook nooit een band, we waren gewoon vier jongens die wat muziek aan het maken waren. Mijn eerste paar jaar hadden we ook niet eens een naam bedacht, dat hoefde je toch niet. Met gewoon die bandjes wat we opnamen met muziek, daar stond gewoon J.A.B.R. op. Jaap en Albert Richard. En ja, het was gewoon voor de lol. En het hebben we gewoon hier bij Bert in de tuin één keer in het jaar optreden gehouden. Voor kennis en familie. Nou, er belde iemand van Huspop, wil jullie optreden? Ja, we hebben zoiets van, moet je dat nou wel doen? Vroeger deden we dat niet. Toen deden we dus wel voor het eerst. Hadden we nog niet eens een drummer op dat moment. Want dat was nog niet verteld. Wij hadden in het begin een drumcomputer. En in 2002 kwam er voor het eerst een drummer bij. En dan pak je ragebol en dan gooi je met hem.
Bassist? Bassist. Vaak een wat onderschat functie binnen de band, hè? Misschien wel, ja. Ja. Maar jij geen last van hier? Nee, echt niet, hoor. Ik word er wel bij. De jongens betrekken mij er ook bij, dus... Je mag altijd wel meedoen? Ik mag altijd meedoen, gelukkig wel. Intro van praat niet over jezelf, maar dat moet je nou toch gaan doen. Ja, dat moet ik toch wel doen, ja. Ja, nou, dat zal wel lukken, denk ik. Je bent eigenlijk een beetje de Benjamin van de band, hè? Ja. Tenminste. Nou, ik ben wel de jongste in ieder geval. Dat wel. En het laatste erbij. Ja, en of ik de Benjamin ben, dat weet ik niet. Ik denk dat we elkaar wel goed aanvoelen wat dat betreft. Het is grotendeels Drentstalig. Ja. Ja. Bewuste keuze geweest? Ja, dat was voor ons eigenlijk... Daar hebben we helemaal niet over gediscussieerd eigenlijk, dat ging automatisch. Dat komt misschien omdat wij allemaal een beetje fan zijn van het oude normaal, de oude bezetting. En ja, vanaf dat moment kwam er een keer iemand met een eigen nummer. En zo is dat allemaal een beetje ontstaan, dat iedereen eigen nummers ging schrijven. En zo is het eigenlijk begonnen. En in Drents is dan, ligt het dichtst erbij, is het makkelijkst? Ja, nou ik moet wel zeggen, het is niet echt Drents. Want dan krijgen we weer ruzie met... Stichting Drentse Taal, want ja. Het is... nee, geen ruzie, dat was ook maar een grapje, maar... wij noemen het ABK, Algemeen Beschaafd Klazinaveens. Omdat we gewoon zingen zoals we ook praten. En we praten niet allemaal Drents zoals het hoort. We zijn gewoon begonnen met wat normaal nummers en toen eigen nummers. Dat was gelijk in Drents, maar... Wat er nooit over gaat van we gaan in Drents of in Engels doen. Of in Duits of zo, maar... dat was gewoon Drents. En we hebben nog een paar jaar in... In het Engels toen gedaan. Maar ja, toen toch maar weer waren we een keer aan het oefenen hier en toen hadden we het er gewoon zo over met tekst. En ja, het is toch wel weer mooi om wat in het Drents te doen. Nou, toen hebben we in 10 minuten weer een nummertje in elkaar gemaakt. In het Drents. Nou, en vanaf toen was het allemaal weer in het Drents. En we gaan de tekst nou over? Zoals het algemeen? Ja, algemene dingen. Algemene dingen. Niet echt bewuste gerichte dingen. Heel diepzinnig zijn of zo, dat niet. Het is gewoon van alles wat, de alledaagse dingen. Kende je jongens al voor de tijd? Nee, helemaal niet. Nee. Via het internet contact gemaakt en ja, zo is dat een beetje aan de rol gekomen. Dus, Maar het klikte wel meteen? Dat... Ja, het klikte goed. Tenminste, dat, van mijn kant wel. Jongens die laten zitten voor mij. Ja, ook wel. Nou, kijk. Volgens mij mag je blijven. Is weer een metvaller, ja. Ja, het doel is om af en toe op te treden. Wat wij zelf als doel hebben is nog een keer het voorprogramma van een goede band, normaal of zo, of joven. Dat is nog wel het doel. Ja. Dat hopen we nog een keer te halen. Als je terugkijkt, want het is 15 jaar, wat is in de afgelopen 15 jaar dan al een hoogtepunt geweest? Ja, er zijn er meerdere, denk ik. Maar ik denk Veenpop in onze eigen Klazinaveen. En de cd-opname van de Speakers met Cotton. Dat is ook leuk om te doen. En dan hoe lang nog doorgaan met deze band? Ik heb geen idee. Zolang ik leef, denk ik. Straks met de rollator naar de Dillehof, met de gitaar erop. Ik weet het niet. Speciaal bevestigingsmechaniek en dan de gitaar ja, mee. Ja, dat weet ik. Dat denk ik helemaal niet aan. Ik had helemaal niet verwacht dat 15 jaar later dat we dit nog zouden doen. Dat had ik niet verwacht. Ben al jaren onderweg, ik weet niet waarheen. Heb het wel lucht en heb het wel zin. Met alles wat ik doe en alles wat ik deed. Not all the yard, het valt mij nou.
als ik dat zeg. Ik reis wel de maar wil niet arriveren. Ik kan er op zijn minst proberen. Ben de weg in Piet. Ik weet het nou even niet. Ben de weg in Piet. Het is niet goed zoals nou allemaal giet. Ben de weg in Piet. Ik weet het nou even niet. Ben de weg in Piet. Het is niet goed. Dat was hem dan voor deze week. Drenthe's Muziekmix. Agendatips en andere zaken kun je natuurlijk altijd mailen naar het bekende mailadres. Tot volgende week. Als de zon hoog aan de lust die... En de wind waait lekker de wien hoor. Dan begin ik te denken, zak maar weer eens zien in schenk. Kom maar op met dat bier en ga op. Kom maar. Steeds, wat wil ze dik? En ik kan niet met dat praat, maar ik heb ze de hik.